Goedemorgen, ik heet u allen hartelijk welkom op deze zondagmorgen 29 januari. Voorganger is dominee Hartogsveld uit Schravendeel en organiste is Martine van der Meijden. Lector deze morgen is Anton van der Graaf. In deze dienst zal er een tweede collecte zijn ten behoeve van de Hessenstichting. Graag nodig ik u allen weer uit om na de dienst koffie met elkaar te drinken in de tuinzaal. Ons winterprogramma op donderdagavond 2 februari zal in het teken staan van een literaire avond. Het belooft een boeiende avond te worden. Aanvang is zoals gewoonlijk om 8 uur. De koffie staat voor u klaar om 19:30. We hopen op een grote opkomst. Op donderdagavond 16 februari zal er een open discussieavond plaatsvinden. Wij roepen onze leden allemaal op om op deze avond aanwezig te zijn, om zo met elkaar te discussiëren over de voortgang van onze kerk, zowel nu als in de toekomst. Ik wil nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat u komt. Het bestuur zal zich deze avond onthouden van enig commentaar en zich niet als bestuur opstellen, maar net als u gewoon als gemeentelid hierbij aanwezig te zijn. Ook hiervoor geldt aanvang 8:00 en de koffie staat om 19:30 klaar. Op zaterdag 25 februari houden wij zoals gebruikelijk onze traditionele stampottenavond. Uiteraard zijn onze geloofsgenoten uit Harringsveld-Giessendam hiervoor ook van harte uitgenodigd. Volgende week komt er nog een inschrijfformulier te hangen op het prikbord in de hal met de nodige informatie. Volgende week gaat voor dominee Dijkstra uit De Bilt. Na het aansteken van de kaarsen en een moment van bezinning, dan vangen wij onze dienst aan met het zingen van lied, even kijken, 274, de versen 1, 2 en 3. Ik wens ons allen een goede en een zinvolle dienst toe. Kan het leven aan? Laat me los, laat me gaan, uit de klauwen van het kwaad. Op de rots blijf ik staan, voor de redding is het immers nooit te laat. 40 dagen van beproeving, heel mijn leven lang opnieuw. Ik laat het gaan, ik duik het boek in, voor het spoelen van mijn ziel. Vastberaden het geloof te blijven leven. Het zijn geen woorden, enkel daden, die succes kunnen verzekeren. Wij zijn het zelf die ons lot bepalen. Het gaat om hoe we leven en voor wie. Kies voor het goede, laat het kwade gaan. Voor het behouden van je ziel en kan het leven aan.
Laten we een moment stil zijn voor God. Wij mogen deze dienst met elkaar beginnen in de naam van de Eeuwige die ons leven omgeeft met liefde. Laten wij ons bemoedigd weten, zoals we hier bij elkaar zijn gekomen. Verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde, goedheid en trouw, die wij God noemen. De kracht die ons draagt, die onze waarheid kent en die er altijd voor ons is. De vrede van deze God voor u en voor heel de wereld, alle dagen van ons leven. Amen. We vervolgen de dienst door het zingen van lied 600. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom vanochtend in deze dienst. Ook de mensen uit Hardingsveld, Giessendam, van harte welkom. We overdenken vandaag de zogenaamde zaligsprekingen. Zo staan de uitspraken van Jezus in het Matthäus-evangelie staan zo bekend. Het zijn uitroepen waarmee een bepaalde groep mensen zalig geprezen wordt. De naam zaligsprekingen is gebaseerd op het woord waarmee de 9 uitspraken van Jezus beginnen. In de oudere vertalingen wordt dit woord vertaald met zalig. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt het woord gelukkig gebruikt. Beide woorden hebben een nadeel. Het woord zalig is voor velen een ouderwets woord geworden. En het woord gelukkig dekt niet helemaal de lading. Het is eigenlijk iets te vlak. De zaligsprekingen
zijn niet zomaar gelukswensen voor dit moment. Overal om ons heen schijnt het te moeten gaan over presentatie en imago. Over succesverhalen en een flitsende indruk maken. Wat een verademing dat het bij ons over wezenlijke zaken mag gaan. Maar nu moeten wij ook flitsend gaan doen. Een groep die houdt van vluchtig leven, individualisme, zelfontplooiing en beleving. Nogal wat jongeren bevinden zich in deze doelgroep. Ik denk dan bij mezelf, goeie genade, je moet wel een heel geraffineerde strategie bedenken om als kerk, die uit is op diepgang, gemeenschapvorming en principiële aandacht voor de medemens, bij deze doelgroep aansluiting te vinden. Het verhaal van de kerk, het verhaal van de Bijbel, is altijd al een beetje bizar. Niet van deze wereld. Niet naar de mens. Wereldvreemd, wordt er wel eens gezegd. En dat is ook altijd de kracht van dat verhaal geweest. Daarmee kun je niet iedereen bereiken. Denk nu eens aan de zaligsprekingen van Jezus. Jezus prijst die mensen gelukkig die wij beklagenswaardig zouden noemen. Mensen die letterlijk en figuurlijk hongeren en hunkeren. De mensen die wij eerder zouden condoleren dan feliciteren. Dat is bizar. Dat is tegendraads. Ik weet zeker dat een modern onderzoeksbureau anno 2017 Jezus meteen op de vingers zou hebben getikt. Zoals van, sorry heer, maar dit kan echt niet. Uw verhaal is voor normaal denkende mensen niet meer te volgen. U moet veel meer inspelen op de behoeften van onze mensen van vandaag. Met deze stijl van presenteren heeft u in no time een imagoprobleem. De woorden van Jezus zijn in de Bijbel allerminst uniek. Jezus noemt die mensen gelukkig die arm zijn, honger of verdriet hebben. Of die om hun geloof in hem vervolgd worden. En hij waarschuwt de mensen die rijk zijn, hun buik vol kunnen eten, lachen en vrolijk zijn. En over wie met respect en ontzag gesproken wordt. Jezus keert met zijn woorden de rollen om en zet de zaken volledig op zijn kop. Hij is een kind van zijn vader, die al sinds Kaïn en Abel zijn voorkeur toont voor de mens die het niet redt. De mens voor wie geen plek is in deze wereld. Slaven die bevrijd worden. Ballingen die huiswaarts keren. Eersten die de laatsten zullen zijn. Dergelijke verhalen vinden we in de Bijbel bij tientallen. Later meer in de overdenking over deze zaligsprekingen wil ik vooral de eerste vier eens wat nader met u gaan bekijken. Later meer in de overdenking, bent u gelukkig? Laten we nu samen bidden. Als wij niet wisten, God, van de schat van uw liefde, zouden wij dan nog pijn en woede kennen om de liefdeloosheid waarmee mensen elkaar afmaken? Als wij niet kenden de parel van uw gerechtigheid, zouden wij dan nog onze stem durven verheffen tegen het onrecht dat mensen zonder verweer wordt aangedaan, als zij worden weggejaagd, aan hun lot overgelaten? Als wij niet ontvangen waren door uw trouw, zouden wij ons dan nog neerleggen bij eenzaamheid, bij de vallende nacht, bij de ontluisterende dood?
Maar zolang uw liefde nog glanst in de nacht, blijven wij u roepen om de dag waarop zij alles, waarop zij over alles straalt als de zon. Dit vragen wij u in zijn naam waarnaar wij leven. In de ruimte van uw levenwekkende woord. Vandaag, dit uur. Amen. Voordat we met de lezingen beginnen, wil ik nog met u zingen. Lied 283, de versen 1, 3, 4 en 5. De lezingen van vanochtend. De eerste lezing komt uit 1 Korintiërs 1, de versen 26 tot en met 31. En direct erop gevolgd uit het evangelie naar Matthäus. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die, naar menselijke maatstaf, wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.
Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. De bergrede. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dankjewel. Voordat we met de overdenking beginnen, wil ik nog met u zingen gezang of lied 326... de versen 1, 2, 3 en 5. Bent u gelukkig? Of wordt u het nog? Een tijdje geleden, nog niet zo lang, stond er in de kranten
de volgende kop. Nederlanders gemiddeld zeer gelukkig. Volgens een onderzoek zouden de inwoners van ons land tot de gelukkigste van de wereld behoren. Mooi natuurlijk, als het waar is. Maar ben je dan ook gelukkig? Kun je geluk in een cijfer vangen? En wanneer ben je eigenlijk gelukkig? Als je de staatsloterij wint? Ja, dan heb je geluk. Maar dat is volgens mij wat anders dan gelukkig. Bent u gelukkig? En waarom vindt u dat? Ik keek eens wat de encyclopedie op internet, dat heet Wikipedia, ervan te zeggen heeft. Daar is te lezen: gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Zo is de gedachte blijkbaar in onze cultuur. Geluk is tevredenheid, is het leven. En vooral dat leven wat je zelf wenst. Geluk dat afhangt van de omstandigheden. En dus altijd bedreigd is. Want wat kan er niet gebeuren, mensen? Je kunt failliet gaan. Je kunt ontslagen worden of ziek. Vult u maar in. Maar kun je ook gelukkig zijn als niet alles naar wens gaat? Als je niet alles wat je hebt, dat je dat ook zou willen? Of dat je zoveel meer zou willen hebben? Is er eigenlijk wel geluk dat blijvend is? Gelukkig, dat woord vinden we ook in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Zalig, zegt onze herziene Statenvertaling. Maar Jezus geeft een heel andere kijk op wat echt geluk is, volgens hem. Zalig, gelukkig zijn, armen van geest, treurenden, mensen die hongeren en dorsten. Ik vraag me wel eens af, hoe kan dat? Gelukkig, als je daar onder die groep mensen valt. We hebben geluisterd naar het gedeelte uit het evangelie dat bekend staat als de zaligsprekingen. Ze vormen het begin van de bergrede. De toespraak die Jezus aan het begin van zijn openbare leven houdt en waarin hij zijn verkiezingsprogramma, zou ik maar even durven zeggen, bekend maakt. Het is Jezus' troonrede, zijn State of the Union. Zalig sprekingen, zalig. Wat betekent dat woord? Zalig kan doen denken aan iets hemels, iets bovenaards en tegelijk ook aan zeer aardse dingen. Bij zalig zie ik ook een slagroompunt voor me. Met een gezellige smulpaap erachter of ervoor of daarnaast. Je kunt zo lekker met je vinger door de slagroom heen gaan. En dan wordt het een grote glimlach vaak. Zalig, zo'n gebakje. Des te vreemder klinkt de rede van Jezus. Zalig de armen van geest. Zalig de treurende. Dat zijn de mensen die te arm en te simpel zijn om zich te kunnen houden aan de wetten van Mozes. Aalmoezen geven aan bedelaars of 10% van je inkomen aan de tempel geven. Deze mensen hadden niet eens genoeg geld voor hun eigen levensonderhoud. Alle 613 geboden en verboden van de wet stipt naleven?
Ze konden vaak niet eens lezen of schrijven. Ze kenden het gros van die wetten niet eens. En vanwege hun strijd om het bestaan hadden ze vaak niet eens de tijd om al die voorschriften op te volgen. Wat is er nu zalig aan verdriet, aan armoede? Die woorden, die passen niet bij elkaar. Als je het woord dat er in de Bijbel staat, makaroi, probeert te vertalen, krijg je zoiets als gaaf, gezegend. Precies zo zijn als door God bedoeld. Maar dan nog houden de zaligsprekingen iets tegendraads. Wat een geluk als je kan treuren. Wat een geluk is het als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Wat een geluk als je je vervolgen omwille van de gerechtigheid. Wat wij verfoeien, wat veel van ons kost, wat we kosten wat kost willen vermijden, prijst Jezus zalig. Het gaat tegen de normen van deze wereld in. Of is het juist zijn bedoeling? Wil hij deze wereld omdraaien? Jezus prijst ook gelukkig de armen van geest. Dat vind ik toch een iets betere vertaling dan het nederigen van hart, wat we net gelezen hebben. Armen van geest, dat waren de mensen onderaan de ladder. De herders, vissers, kleine boeren, knechten, zieken en bedelaars. De mensen die in economisch en godsdienstig opzicht arm waren. De mensen met echt lege handen. En ze werden door fariseeën en schriftgeleerden geminacht. Als de schare die de wet niet kent. Van deze mensen die God en hun naaste weinig of niets te bieden hebben, zegt Jezus. Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Jezus prijst de treurende gelukkig. Dat zijn de mensen die lijden onder hun tegenslagen en gemis. Maar vooral ook de mensen die kapot gaan aan de hardheid en de vreedheid van het leven. Het zijn de mensen die zich niet bij de vrome woorden kunnen neerleggen. Bij de gebrokenheid van deze wereld. Het zijn de schreeuwers uit de psalmen. God, waar bent u? Jezus zegt, gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Hij prijst ook de zachtmoedigen gelukkig. Het gaat hier niet over een karaktereigenschap. Het gaat niet over lieve, zachtaardige mensen. Zachtmoedigen. Dat zijn de mensen die zich niet verweren kunnen. Die geen grote mond of harde vuist hebben. Het zijn de kwetsbare mensen. Hun leven staat of valt met de barmhartigheid van anderen. En dat betekent dat zij meer vallen dan staan. Het zijn de kinderen die verkocht worden. Die misbruikte en mishandelde vrouwen. De vluchtelingen, de slaven. Ze zitten in het hoekje waar de klappen vallen. Jezus prijst hen gelukkig, want zij zullen het land bezitten. En dan zijn er nog de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat zijn meestal de mensen die ook letterlijk honger en dorst hebben. De mensen die snakken naar een leefbaar bestaan voor hun kinderen en hunzelf. Ze schreeuwen om een wereld waarin mensen tot hun recht mogen komen. Ze hunkeren naar een regering die oog heeft voor de armoede en geen geld verspilt
aan dure overheidsprojecten. Zij roepen om een economie die nu eens niet de rijken en de rijke landen bevoordeelt. Zij zijn de minimumleiders die omkomen in een wereld waar iedereen leeft voor zichzelf. Het zijn de mensen van de ramp. Over hen, zegt Jezus, zij zullen verzadigd worden. En zo klonken de eerste vier zaligsprekingen gericht tot mensen die het niet redden in deze wereld. Tegen deze breekbare en gebroken mensen zegt Jezus, gefeliciteerd, gelukkig zijn jullie. Wat moeten mensen, en vooral deze mensen, met zijn woorden? Wat kunnen wij ermee? Nou, ik zie het zo. Jezus wenst ons met de zaligsprekingen geen armoede toe. Geen verdriet. Geen verlies van dierbaren. Lijden en tranen zijn geen idealen. Geen ervaringen die je moet opzoeken. Wel belooft Jezus geluk en zegen aan hen die nu in dalen van ellende verkeren. Zij staan dichter bij God dan zij en wij denken. Zij hebben meer te vertellen dan mensen die naar de heersende normen succesvol zijn. Wie niet zo geslaagd lijkt, heeft bij God goede kansen. Ook hier in dit leven. Is het geen voorrecht wanneer je arm van geest kunt zijn? Wanneer je niet op alles een antwoord weet? Wanneer je verlegen kunt zijn en kwetsbaar? Ben je niet gezegend als je kunt huilen? Als je je tranen en die van anderen een weg kunt geven? Als je verdriet kan toelaten? Ben je niet gelukkig als je zachtmoedig bent gebleven? Als er maar geen laag eelt op je ziel wil groeien? Zou je willen wennen aan het onrecht in onze wereld en de strijd voor een meer rechtvaardige wereld voor gezien willen houden? Ben je niet gelukkig als je barmhartig kan zijn? Als je het kwaad kan aankijken en geen gevangene wordt van haat en wrok. En als je jezelf nu helemaal niet herkent in de spiegel van de zaligsprekingen. Dit Bijbelgedeelte geeft geen antwoord. Het is geen oproep. Doe je best zo te worden, dan krijg je Gods geluk. Het is een beschrijving volgens mij en meer niet. Hoe word jij, hoe word ik ook zo iemand? In houding en handelen gericht op God en wat Hij wil. Weet u nog? We bidden het elke zondag. Uw wil geschieden. Wie dat zijn? Het zijn dezelfde die de Joodse profeten en de psalmdichters Anaïwiem noemen. Dat zijn mensen die leven tussen hoop en vrees. Er is zoveel in hun leven dat hen wanhopig maakt. Ze wanhopen aan de wereld waarin ze leven. Een wereld vol uitzichtloosheid. Ze wanhopen bovendien aan zichzelf. Diep van binnen hebben ze een duistere trechter ervaren die heel hun geestelijk bezit zomaar kan wegzuigen. Zo van, waar is nu mijn geloof? Waar is God in mijn leven? Geestelijk zijn ze leeg van binnen. Heel de rijkdom van hun geloofsleven is verdwenen. Het zijn de mensen die geen uitzicht meer hebben
op Gods toekomst met hun leven. Maarten Luther was zo iemand. Kort voor zijn sterven schreef hij op een papiertje: niemand moet menen de Heilige Schrift voldoende geproefd te hebben, ook al heeft hij 100 jaar lang met profeten als Elia en Elisa, Johannes de Doper, Christus en de apostelen de gemeenten geregeerd. Wij zijn bedelaars. En dat is waar. Dat zijn de woorden van Maarten Luther. Een mens die in zijn eentje de hele Bijbel heeft vertaald. Een mens die aan de wieg van de kerkhervorming, de reformatie, heeft gestaan. Aan het einde van zijn leven staat hij met lege handen voor de eeuwige God. Wij zijn bedelaars. En dat is waar. We kunnen, lieve mensen, ons nauwelijks de verbazing voorstellen die Jezus' zaligsprekingen bij de mensen van zijn tijd moeten hebben opgeroepen. Ze hebben zichzelf gezien als de meest rampzalige mensen van alle mensen. Ze werden diep veracht door hun geestelijk leiders in Jeruzalem. Wat kan er nu voor goeds komen uit Galilea? Dat is toch het gebied waar ze de wet, de Tora, niet kennen. Het Galilea van de heidenen. Vervloekt zijn we. Weet je hoe ver men daarin ging? Rabbi Jonathan, niet de eerste, de beste leraar in Israël, wilde elk van deze ongelukkigen wel in tweeën hakken. En Rabbi Eliezer zei zelfs dat het geoorloofd was één van het volk van het land op de Sabbat te villen. Zelfs op Grote Verzoendag. En nu uitgerekend deze mensen worden door Jezus geluk gewenst. Gefeliciteerd met de grootste erfenis die een gelovige Israëliet ten deel kan vallen. Namelijk het koninkrijk van de hemel. Wordt u al iets gelukkiger geworden na deze uitleg? En wat kunnen we doen om nog gelukkiger te worden? Het antwoord, dat ligt voor de hand. Wij zijn degene die dat moeten doen. Daar vinden we in de bergrede verschillende aanwijzingen voor. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. God wordt aangekeken op het gedrag van zijn aanhangers. Het lot van het koninkrijk ligt in onze handen. In elk geval voor een groot gedeelte, denk ik. Wat wij doen of nalaten, daar hangt de goede naam van God van af. Verbind de boodschap van het evangelie met het hier en nu. En een andere, geef een duidelijk verhaal en wees trots op waarvoor je staat. De troost, de kracht en de richting die geloven biedt, zijn bij velen nog steeds onbekend. En kijk, daar valt iets mee te doen. Wij kunnen iets van die tegendraadse boodschap laten zien. Bewust niet meegaan in de groeiende angst voor buitenlanders. En niet meewerken aan tweedeling en verharding van onze maatschappij. Tegen alle individualisering en onverschilligheid in blijven zoeken naar contact en verbinding. Onze kerk probeert daaraan te werken. Bijvoorbeeld de momenten van ontmoeting op zondagmorgen, zoals nu. Of de winterprogrammaavonden. Blijven uitdagen dat geluk niet te vinden is in geld, welvaart, aanzien of roem. Maar in verbondenheid en saamhorigheid.
tegen alle wanhoop en cynisme in het verhaal van de hoop blijven vertellen. Het verhaal van God die de mensen een toekomst geeft. Om zo met elkaar het ware geluk op het spoor te komen. Woorden die ons zoveel beloven als dat het volle leven, het koninkrijk, te vinden is waar wordt gehongerd en gedorst naar gerechtigheid. Waar vrede wordt gesticht. Woorden, woorden. Een manier van doen, van leven en samenleven en samengaan, waarbij in de kwetsbaarheid van het nederige, zachtmoedige en zuivere hart Gods nabijheid wordt vermoed. Probeer het eens een keer. Doe het eens anders. Want een leven van geluk, van zaligheid en happiness, een wereld waar de hemel en aarde elkaar raken, als op een berg, dat leven begint bij zij die arm zijn van geest. Mensen zonder poeha. Zij die de wereld vaak te treurig vinden voor woorden. Zij die zachtmoedig zijn. Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij die barmhartig zijn. Zij die zuiver zijn van hart. Zij die vrede sluiten. Zij die niet bang zijn voor vervolging. Wordt u nu alweer wat gelukkiger? Thank you.
Het is tijd om ons om te draaien, om te gaan de weg die ons is voorgedaan. En met dit liedje in de gedachte moet u vast al iets gelukkiger worden. Amen. Laten we samen bidden. Onnoembare, in het hart van ieder mens is er het verlangen naar geluk. Geluk in de liefde, geluk in het leven. U kent onze idealen. U kent de doelen die we in ons leven graag willen bereiken. Maar u weet ook dat het leven zo hard en weerbarstig kan zijn. Dat er van onze idealen soms niets terechtkomt. Dat we de doelen die we ons hebben gesteld niet kunnen bereiken. Dat de dingen ons soms bij onze handen afbreken. En dan is er ook nog de dood die ons als een dreiging tegemoet komt. Dank u, Jahwe, dat we in onze worstelingen ook mogen zoeken naar uw zegen. U kent onze strijd met onszelf en onze tekortkomingen en donkere kanten. Onze strijd met het leven en de dingen die daar gebeuren. Onze strijd met mensen. Onze strijd met uzelf. En we bidden u of u ons allemaal wilt geven dat we door het worstelen en het vechten heen dichter bij u mogen komen. Zegen ons barmhartige, zoals u alleen dat kunt. Met woorden van genade en liefde en eindeloze trouw.
Wij bidden voor alle mensen die geen plaats meer hebben voor u in hun leven. Omdat ze u nergens meer kunnen vinden. Mogen zij u toch ontdekken in het goede, in de liefde en trouw. Dat zij ontvangen van medemensen. Eeuwige, versterk ons wankele geloof. Ondersteun ons onze kleine hoop. Vervul ons met liefde. Omdat we bijdragen aan een samenleving waarin vrede en vreugde en verzoening te vinden is voor iedereen. Dat het van waarde wordt voor alle mensen. We bidden ook vanochtend voor mensen die moeten leven met een groot verlies. Dat zij van u de troost en kracht mogen ervaren om hiermee verder te leven. Wees daarom met ons in de stilte en met allen die we daarin aan u opdragen. En dit persoonlijke gebed willen we nu completeren met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn we aangekomen tot het zingen van ons slotlied. En dat is vanochtend lied 791. En onder het voorspel is er de gelegenheid tot het geven van uw gave.
Lieve mensen, ik hoop dat de zaligsprekingen u heeft aangeraakt. U ziet aan een fotootje linksboven, dat is die plek. Daar zit toevallig Ada, dat is mijn echtgenote, zit daar naast die plek. Mooie plek is aan te bevelen. En dan als je daar staat en zo over dat meer mijmert en dan die tekst leest, dan begint het nog eens een keer extra te leven. Zoveel mensen die onder dat zalig of gelukkig zijn vallen, ook anno 2017. Dus het is tijd om ons om te draaien. Turn, turn, turn. En ik wil u daarmee ook hartelijk bedanken voor uw komst. Vanochtend geef ik u een alternatieve zegen mee. Niet omdat dat de standaard zegen niet goed zou zijn, maar deze was wat actueler. En het is weer eens wat anders. Mogen Yahweh ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen de barmhartige ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van uw schepselen, zodat we mogen werken aan de rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen de levende ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen de eeuwige ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Zo zegen ons Yahweh, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. Time to every purpose under heaven.
turn.